Hallo, mijn naam is Filip en je kijkt naar mijn vlog. En in deze vlog geen advies over je bucketlist, maar gewoon alledaagse wetenswaardigheden voor ondernemers. En ik zit hiernaast Filip Huf, schrijver, gedebuteerd met Dagen van Glas, alweer 5 jaar of meer geleden, dat is toen verfilmd. Toen het boek Niemand in de Stad, groot succes, film draait binnenkort in de bioscoop. Nou, toen kwam het boek van de doden, filmrechten zijn nog vrij. En zo heeft hij nog wat verhalen, columns. Veel werk, ondernemende schrijver en daarom te gast in mijn vlog vandaag. Ook omdat ik niemand anders kon vinden, maar ook omdat hij erg ondernemend is. En we gaan met hem even praten over het snijvlak van creatief zijn, schrijver en ondernemerschap. Filip, ik ga zo mijn camera aan je geven en dan graag antwoord op de vraag in hoeverre en in welke mate ben jij eigenlijk ook ondernemer naast schrijver? Hier wil je hem vasthouden? Tuurlijk ben ik hem even. Ah nee, dat wil ik helemaal niet. Heel... Ja, dus les 1 is dat jij hem vasthoudt. Oké, dus ik hou de camera vast. Ja. Oké, dus in hoeverre ben jij ondernemer, Filip? Ja, goede vraag, Phil. Niet genoeg, denk ik. Ik maak mijn eigen product. Ik schrijf een verhaal of een boek. Ja. Maar ik breng het vervolgens niet zelf op de markt. Want daar zit een krant of een tijdschrift of een uitgever tussen. Maar jij bent wel heel veel risico aan het lopen, toch? Is dat ook niet een onderscheid, zeg maar, onderscheidend iets voor ondernemers? Ja, maar ik weet niet. Ik neem investeringsrisico. Er gaat tijd en geld in zitten, maar er komt geen verhoogde. Het komt niks terug. Ik bedoel, je krijgt het altijd hetzelfde nog over niet. Een boek. Nou, nog niet, dankjewel voor je positiviteit. En je bent ook ondernemend. Hè? We zitten hier nu op een bankje in Central Park. Hey, je bent helemaal naar Manhattan verhuisd. Ja. Dat is toch ook wel ondernemend? Ja, maar ik investeer volgens mij vooral mezelf. Ik bedoel, als je schrijft probeer je de wereld te beschrijven. En die verandert als je van plek verandert. En de dimensie van het leven in New York is vooral waarom ik naar New York ben verhuisd. Ik ben wel ondernemend, om niet te flauw met je vraag te antwoorden. Gerard Reve heeft ooit gezegd... Elke schrijver heeft zijn eigen winkel en je moet gewoon zorgen dat de winkel draait. Dus ik probeer wel zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken dat mijn boeken bestaan en dat ze die kunnen lezen. Hey, en als je ook het hebt over winkels, hè, dus stel je hebt een winkel, dan heb je ook mensen die staan soms aan de kassa en anderen die staan de vakken te vullen en mensen doen de inkoop. Dus je hebt ook meerdere mensen die bij betrokken zijn. Is dat bij jou ook zo of is het echt een meer one-man show? Ja, dat is een goede vraag. Ideaal gezien is het meer dan één iemand, want... Een uitgeverij heeft een promotieafdeling en een verkoopafdeling. Dus die proberen je boeken zo goed mogelijk onder aandacht te brengen. Maar soms heb je wel het gevoel dat je het allemaal in je eentje doet. Omdat een uitgeverij op jaarbasis 20 of 40 of 100 boeken uitbrengt. En ik of een schrijver op jaarbasis een half boek. Dus één keer in de 2-3 jaar komt er een boek van je uit. En dan, maar zelfs dat vind ik ook dus nog wel voor ondernemers. Want als ondernemer sta je er ook aan het eind van de dag toch in je eentje voor. Je mag zelf de vuilnis buiten zetten. Je mag zelf de afwasmachine in- en uitruimen. Allemaal glamour van het ondernemerschap. Ja. En dat heb jij dus ook. Ja, maar ik heb geen... Kijk, ik ben een ander soort ondernemer. Ik heb geen werknemers. Dus ik heb in ieder geval niet de vloek van veel personeel. Ik heb wel de luxe dat ik dus helemaal kan doen waar ik zelf zin in heb. Het nadeel is wel, als er dus aan het einde van het jaar niet genoeg verdiend is, dan kan ik niemand anders de schuld geven dan mezelf. Nee. Nou, dat is ook ondernemerschap. Ja, dat is ondernemerschap. Ja. Maar ik denk dat bij mijn ondernemerschap vooral hoort dat ik dus goede relaties onderhoud met mensen voor wie ik werk. En dat ik mijn product probeer aan te prijzen. Maar ik kan niet echt de ongekende groei of verantwoordelijkheid opeisen voor wat ik doe. Omdat er te veel schakels in zitten. Bijvoorbeeld ook de boekhandel. Mensen komen de boekhandel binnen en dan moeten ze maar kijken of ze mijn boek kopen. Oké, nou interessant. Jij zegt eigenlijk, the star of the team is always the team. Dat zeg jij, dat is heel Amerikaans ook. Dat zeg ik precies, ja. Hey, heb je nog vanuit de VS nog een mooie tip voor de kijkers thuis? De duizenden mensen op de bank die nu die vlog bekijken. Iets van een... Een Amerikaanse wijsheid? Ja? Ja. De laatste? Je moet het allemaal zelf doen. Nou, dankjewel. Dit was mijn vlog. Blijf kijken.